Is lang haar een zegen of een vloek? Als een gewone föhn het niet meer aan kan, probeer dan de bladblazer. Je kunt niet zomaar langs een nieuwe schoonheidssalon lopen. Als je een vriendin meeneemt, is het helemaal niet eng. Het ziet er best netjes uit en de stylist is heel vriendelijk. Sally is de eerste die wilt experimenteren. Ik wil iets supermoderns, alsjeblieft. De stylist is aan het werk. Magie staat op het punt te gebeuren. Auw! Auw! Het doet pijn! Wat ben je aan het doen? Weet je zeker dat je een goede stylist bent? Auw! Dat is nogal sadistisch. Hé, hey, kijk uit! Ze is een soort monster. Maar Sue zit al in de stoel. Ik wil iets stijlvols, maar niet overdreven. De wens van de klant is wet. Kim zit op de zaak. Tot nu toe zijn de resultaten vrij alarmerend, maar het ergste moet nog komen. Het kapsel is klaar. Wat zal de spiegel laten zien? Dat is afschuwelijk! Denk je dat dat stijlvol is? Sally is ook nieuwsgierig om zichzelf te zien. Oh mijn god, wat heb je met me gedaan? De vrienden zijn geschokt. Ze gaan hier niet voor betalen. Veel geld. Leer eerst maar eens hoe je haar moet knippen. Ze hebben er geen idee van dat het beter is om niet met deze stylist te sollen. Ze heeft tenslotte nog steeds hun haar. Je weet nooit hoe ze het kan gebruiken. De beste manier om over je verdriet heen te komen is door iets lekkers te eten. De meisjes bespreken wat er gebeurd is en hebben nog geen veranderingen opgemerkt. In tegenstelling tot de mensen om hen heen. Wat denk je dat je aan het doen bent? Het meisje aan de andere kant is niet blij met het haar van Sue op de schouder van haar vriend. Wacht, welk haar? Oh nee, superlang haar! Zijn we vervloekt? Zeker weten! Het was die kapper van de salon! Het lijkt erop dat de vloek voor twee is, want Sally's haar gaat helemaal tot aan de vloer. Wat moeten we met dit alles doen? Nou, om te beginnen, laten we het wassen. Een slecht kapsel is geen reden om het niet te verzorgen. Maar hoe was je zoveel haar? Sally weet niet waar ze moet beginnen. Maar Sue komt om te helpen. Ik denk niet dat de wastafel genoeg zal zijn. Het is beter om haar haar in de badkuip te doen. Zo, dat is veel comfortabeler. Lang haar is niet zo slecht. Wanneer anders kun je door Instagram scrollen terwijl je vriendin haar haar wast? Wees er voorzichtig mee. Maar Sue, let niet op. Ze heeft een groter probleem. Waar kunnen we zoveel shampoo krijgen? De fles is leeg, dus het is tijd om de emmers wasmiddel te gebruiken. Wauw, lang haar is zo verspillend. Phew, eindelijk. Maar je bent nog niet klaar. Nu heb je iets nodig om je haar mee in te wikkelen. Een gewone handdoek is niet genoeg. Maar een grote deken zal het wel doen. Het is een beetje zwaar. Probeer je nek niet te breken. Denk je dat dat het moeilijkste is? Nee hoor, je haar wassen is het halve werk. Nu moet je het nog drogen. Oh nee, een gewone föhn zou eeuwig duren. Maar dat is waar Sue om de hoek komt kijken. Een bladblazer is bijna een haardroger, maar dan krachtiger. Veel krachtiger. Sally wordt weggeblazen, maar haar haar droogt vrij snel. Maar er is een nadeel. Je haar raakt in de war. Arme Sally kan dat niet allemaal in één keer doorstaan. Het is goed om een vriendin te hebben die altijd klaar staat om te helpen. Als we tuingereedschap gebruiken, moeten we er helemaal voor gaan. Sue heeft een hart meegenomen, wat een geweldige oplossing lijkt. Doe dat nou niet! Hoewel kaal zijn niet zo'n slecht idee is. Maar Sally zal zich niet zo gemakkelijk van haar ontdoen. Nu ziet ze er fatsoenlijk uit. Haar haar is zo zijdezacht. Misschien is dit nog niet zo slecht. Kom op, Sally. Moet ik je haar voor altijd wassen? Daar heb ik me niet voor opgegeven. Lang haar leidt tot allerlei problemen. Het komt vast te zitten in de handvatten van haar tassen en de kastdeuren. En soms zelfs een onnodige accessoire toevoegen aan je look. Sally heeft ook een ingewikkelde relatie met haar nieuwe haar. Oh nee, rugtas. Stop ermee. Auw, het lijkt erop dat we deze tas kunnen vergeten. Relax, Sally. Je kan het. Wat als ik mijn haar om mijn nek wikkel? Kom hier, rugtas.
en haarsjaal. Het is warm en comfortabel. Elke wolk heeft een zilveren randje. Wat kan er goed zijn in al dat haar? En hoe kan het helpen tijdens een test? Nou, je kan er spiekbriefjes in verstoppen. Sally verstopt de aanwijzingen over haar hele hoofd. Gebruik het zoveel je wilt, maar zorg dat je niet gezien wordt. Au, sorry, trek er niet zo uit. Er is zoveel haar. Hoe vind je de juiste antwoorden? Hier, laat me je helpen. Al deze activiteit trekt de aandacht van de leraar. Kom op, meneer Walter. Wetenschappelijke clips zijn de hotste trend van dit seizoen. Oeps. Leuk geprobeerd, Sally. Je kunt beter verhaal verzinnen voor je ouders waarom je een onvoldoende had over dat proefwerk. Hoe vrolijk je op na een onvoldoende? Winkelen, natuurlijk. Dat is de beste oplossing. Wow. Coole outfits, mooie schoenen. Ik wil het allemaal kopen. Het plan werkt perfect. De meisjes zijn al hun slechte cijfers al vergeten. Maar nieuwe problemen komen recht op en af. Niemand bewegen, dit is een overval. Wat is een dag? Natuurlijk, als je niet beweegt en al het geld aan de dief geeft, zal hij zijn klanten niet aanraken. Geen denken aan. Sue, ik kom met een geweldig idee. Oh, waar heeft ze al die moed vandaan? Blijf daar staan. Ze bindt de crimineel vast met haar haar en haar vriend komt haar helpen. Lang haar in plaats van een touw en handboeien. Hij zit helemaal in de val. Hier is het gestolen geld uit de kassa. U kunt 112 bellen. Trouwens, krijgen we korting als we de dief vangen? Veel meisjes dromen van lang haar, maar Sally niet. Waar heb ik dit aan verdiend? 3 uur lang mijn haar borstelen. Oh, het is verschrikkelijk. Nogmaals, Sue steunt haar vriendin in tijden van nood. Niet huilen. Wil je dat ik je haar vlecht? Dat is een verleidelijk idee. Oké, ik zal het voor je vlechten. Ze laten zich zo meeslepen dat ze niet merken dat ze zichzelf samen vlechten. Oh mijn hemel! Ik zeg het je, dit haar geeft alleen maar problemen. Als je lang verdrietig blijft, kun je rimpels krijgen. Om hun huid perfect te houden, gaan de vrienden naar een feestje. De muziek is geweldig. Sue en Sally staan op de dansvloer. Ze zijn in voor een goede stemming, maar niet voor lang. Hé, wat is er aan de hand? Het wordt hier gevaarlijk. Lang haar laat andere mensen geen plezier hebben. Klinkt logisch, maar ze willen ook niet naar huis. Ik heb een idee. Geef me je paardenstaart. De vriendinnen maken vlechten. Kom hier iedereen. Wie wil limbo spelen? Dit is zo leuk. Dit haar komt tenminste van pas. En Sally's vriend vindt de lange vlecht erg mooi. Welterusten mij, Rapunzel. Maar hij weet niet wat er 's nachts gaat gebeuren. Vertel me waar de schot verstopt is. Zeg het me nu of ik schiet je neer. Brandon wordt wakker in het koude zweet en beseft zich dat hij zich niet kan bewegen. Sally's haar heeft hem gegijzeld. Laat iemand helpen. Het is erg gezellig hier, dat wel. Ja, ontspan gewoon. Nu is Sue's badkuip verstopt. Alsof ze nog niet genoeg problemen had met haar lange haar. Ze probeert het te repareren. Ryan is niet blij met het idee, maar hij laat haar niet in de steek als ze hulp nodig heeft. Hij trekt gewoon een klomp haar uit de afvoer. Eww, dat is walgelijk! Oh schat, je bent geweldig! De meisjes beginnen te wennen aan hun superlange haar. Kun je het geloven? Ik droogde mijn eigen haar slechts 40 minuten vandaag. Oh nee, kijk, het is Tyler! We kunnen niet hebben dat de populairste jongen op school zo ziet. Sue probeert zich te verstoppen in het kastje, maar Sally heeft een beter idee. Het haar, de bril, zie je net? Laten we ons vermommen. Laten we onze gezichten bedekken, zodat ze ons niet herkennen. Klaar! Maar Tyler heeft hem meteen door. Is dit neef It van de Addams Family? Oh wauw, mijn volgelingen gaan zich kapot lachen.
Het gevaar is voorbij, maar we kunnen onze vermommingen afdoen. We zijn zo slim. De meisjes hebben geen idee welke verrassingen te wachten staat op Instagram. Sally dacht dat ze na zulk lang haar ze klaar zou zijn om alles aan te kunnen. Ze had het zo mis. Blijkt dat douchen zonder douchegordijn nog onaangenamer is. Het is maar goed dat ze haar heeft. Je kan er een gordijn van maken. Geregeld. Dat is beter. Nu kan ze in alle rust douchen. Lang haar hebben is zo vermoeiend. De meisjes rennen naar de kapper voor hulp. Dit is alles wat we hebben. Neem het. Geef het gewoon ons haar terug. Ze hebben een lesje geleerd. Dat is waar Kim op rekende. Oké, ik zal je leren om te vechten met de kapper. En vergeleken wat ze eerst hadden, zijn deze kapsels leuk. Vroeg of laat groeit het wel uit. Vond je onze superlang haarsketches leuk? Welke haarlengte vind jij het mooist? Kort, half lang of lang? Vertel het ons in de comments. En vergeet niet om deze video een like te geven, je te abonneren op ons kanaal en op het belletje te klikken, zodat je geen interessante en grappige video's meer mist op Tjoem Tjoem Select.